In het verleden ging het over de vraag of het wettelijk gezien mag om edelherten in de Oostvadersplassen af te schieten. Na lange discussies en rechtszaken bleek dat dat is toegestaan. Maar nu gaat het over de koningpaarden en de hekrunderen. En bij die dieren zit het anders. De stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer, kortweg Stamina, trok daarover in januari aan de bel. Volgens Stamina mogen hekrunderen en koninkpaarden alleen door staatsbosbeheer worden afgeschoten als de provincie daarvoor een aparte opdracht geeft. De provincie was het daar niet mee eens. Want, zo zei gedeputeerde Cora Smelik in februari tegen Omroep Flevoland: we hebben dat op een andere manier juridisch geregeld. Er is een beheerplan, er is een ontheffing, er is ook nog een uitvoeringsplan van Staatsbosbeheer. En dat tezamen vormt het geheel op basis waarvan die activiteiten plaatsvinden. De gedeputeerden en Stichting Stamina kwamen er niet uit. En de Omgevingsdienst kreeg de opdracht om uit te zoeken wie er nu gelijk heeft. Deze week kwam de uitslag. En daarin wordt Stamina in het gelijk gesteld. De Omgevingsdienst oordeelt namelijk dat er voor het afschot van de hekrunderen en de koninkpaarden een opdracht op grond van de wet Natuurbescherming is vereist. Die opdracht was door de provincie niet verstrekt. En daaruit volgt: zo schrijft de Omgevingsdienst, dat nu er geen opdracht was verstrekt, er ook geen gebruik van het geweer mocht worden gemaakt bij het afschot van de dieren omdat er de afgelopen maanden wel degelijk dieren zijn doodgeschoten, concludeert de omgevingsdienst: Staat bosbeheer was op dat moment in overtreding. En daarmee lijkt het afschot van de dieren onrechtmatig. Maar gedeputeerde Cora Smelik ziet dat anders. Die dieren zijn niet onrechtmatig gedood in die zin dat we ze niet hadden kunnen laten doden door staatsbosbeheer. Het gaat erom dat ze zeggen de randvoorwaarden voor het afschot voor deze specifieke soort is niet geregeld. Maar dat betekent dus dat het onrechtmatig was dat deze hekrunderen en koningpaarden zijn afgeschoten. Want er was geen aparte opdracht voor verleend. De, conc de conclusie is dat, zij zeggen, uh, voor het uh, afschot met geweer met demper had een, spe een speciale opdracht moeten plaatsvinden. Ja, maar waarom geeft u niet gewoon antwoord op mijn vraag, namelijk was het dan onrechtmatig? Zijn die nou, er is een dat... overtreding begaan, dat, dus ik heb u antwoord gegeven. Dat, dat betekent is wat de dus opgevingsdienst... dat het inderdaad onrechtmatig was. Het was eigenlijk illegaal, als je het met hele zware woorden wil zeggen, om deze koninkpaarden nou, en ik, ik verbruik, af te schieten. Ja, het, het woord overtreding is in, in besluiten genoemd. Dat is geconstateerd, dat hebben we te respecteren. De provincie moet de fout nu repareren. Dat betekent dat er een aparte opdracht komt aan Staatsbosbeheer om koninkpaarden en hekrunderen met een geweer af te schieten. Die aparte opdracht wordt nu in het provinciehuis opgesteld. En als dat document klaar is, kunnen de paarden en runderen na het broedseizoen worden doodgeschoten zonder overtreding.